deze nieuwe video van Bos. Daar vandaag gaat het gebeuren. Vandaag gaat spuitjes worden tegen de corona. Ben ik benieuwd hoe gaat dat voelen? Gaan we er ziek van zijn of niet? Ik kan proberen of dat ik mag filmen, dat weet ik nog niet. Dat moet ik bekijken. Maar ik ga jullie wel mee pakken, sowieso. Dus ik ga me even verder klaarmaken en dan neem ik jullie sowieso mee als die spuit zetten natuurlijk. Dat is de bedoeling. Dus we zijn aangekomen. Ik hoop dat we een beetje kunnen filmen. Ik weet dat niet. Moet je dat bekijken. Er is zoveel wind buiten. Dat is echt niet normaal. Zoveel wind er buiten is. Dat wil ik echt niet weten. Dat is fietsen, fietsen, fietsen. Dus, dat is echt zwaar om te fietsen. Dus niet normaal. Het is zwaar om te fietsen, maar het is gelukt. In ieder geval. Heel zwaar. Kijk, ik viel er wel van. Ik ga eens kijken hoe laat het is. Het is echt wat te vroeg. Dan moeten we zijn om 2:15. Ik dacht dat het er niet staat. Dus kijken, hè. Zo, nou. Dat is spannend. Heel spannend. Zo. Niet normaal. We hebben de spuit ondertussen gehad. We moesten nog 15 minuten wachten. Dus dat is allemaal heel goed gegaan eigenlijk. Nu gaan we het wel zien, hè. Of we er ziek van worden of niet. Dat denk ik niet. Maar ik ben dan blij dat dit. En dan 9 juni, de tweede. Dus ik ben eens benieuwd, hè. Dus, maar we hebben deze al overleefd, dus dat is al iets, hè. Wegbrengen. Dus we gaan zien hoe ver we geraken met deze drukte op de baan. Het is echt super druk. Niet normaal. Hier moeten we wel verplicht een mondkapje dragen, dus we doen dat ook. Ik ga altijd nadenken wat ik ga eten. Ik bij Diep GB ga binnenspringen of bij een andere. Daar ben ik altijd over nadenken. In principe maakt dat niet zoveel uit. Als ze papieren of ze hebben, komen wij dan stier. Dus de rest niet. Alleen mijn jas vergeten aan te doen. Dat voel je wel. Dus dat is echt. Thank you.
mooi versierd opgedicht. Zo'n ramen. Het is echt een uur om naar te kijken. Hier moeten we zijn. We staan in een Carrefour. We gaan eens kijken wat we kunnen nemen. 20 cent is niet duur. Maar ik neem er twee van. Ik moet er vanavond iets op te lepelen. Ik weet nog niet wat ik ga eten, dus dat is ook toch zoiets waar je dan over moet nadenken. Ik kan me alleen maar via links filmen. Zo. Dan draag ik hier. Het is hier ook rustig, vrij rustig. Er is bijna niemand. Er is bijna niemand, hè. Eens even kijken. Wat gaan we hier allemaal? Het vlees. Waar we staan. Nu moet ik met de beenhouwer gaan. Dat ga je doen, beenhouwer. Cola hebben we nog, dus dat moeten we niet hebben, cola. We hebben dessertjes, bananen. Nu moeten we eens kijken, ik zou ze nog vergeten, maar we moesten worstjes hebben. Kijk dan even, ze hier staan, worstjes. Je hebt altijd van die kleine worstjes. Echt veel worstjes, maar je hebt die ook in een grote verpakking. En die koop ik altijd. Dus ben je aan het kijken of ze hier staan, want soms staan ze ook ergens anders. Dan staan ze bij de chips. Dus ben je aan het kijken. En eerst kijken bij de chips en dan komen we terug naar hier. Want dit zijn ook, dat zijn de grote. Kan je eens kijken of ze daar staan. Of ze hier staan, maar soms zullen ze ze hier zetten en dan is het goedkoper. Deze. Dus, kijk, deze bedoel ik. Kijk, die zetten ze dan bij de chips, zodat je kan zien. Mensen weten dat dan niet. En dat is, doet er meer in. Ik zet er 24 in en dat is beter. Ja. Dat is al wat we al in onze kar hebben liggen. Ik ga eens zien of je jullie hier kan plaatsen. Als je hier staat. Wat in die kar, in die fietstas. Papieren, die proppen. Ik heb nog altijd heel veel pampers hierin zitten van Enzo.
mooie karkjes. Merk ik, die andere laten ze meestal staan. Waarom dat is, dat weet ik niet. Dus je hebt van die oude karkjes, die nieuwe karkjes. En ze nemen allemaal deze karkjes. Ik koop trouwens ook gedaan. Dus we gaan die niet terug brengen. En dan kunnen we vertrekken. Om de tussensnuffel muffin, bedoel ik buiten te genieten. Of van het goede weer. Dus mama gaat eens kijken of dat ding, dat wasverzachter, hey, dat ding was. Ik ga eens iets pakken te wassen en dan gaan we dit ruiken of hetzelfde is. En dan wassen we onze witte trui ermee. Waar zat die kat zijn moer tussen? Daar zitten die konijnen.